leuk je weer kijkt naar al deze games. En vandaag ga ik verder met Sims 3 Exotisch Eiland. Ze zijn al uit bed om 5:30 's ochtends. Ze zijn blijkbaar allebei al uitgeslapen, dus dat is mooi. Oh nee, gaan we elkaar nou weer afkraken? Ja, ik weet niet hoe dit nog moet komen. Ik had zo... Oh, hij... Hij gaat nu even flirten. Ja, zij is pisnijdig en hij gaat haar even lekker versieren. Tuurlijk joh, pure logica. We gaan niet trainen, even naar de wc. We gaan niet dat beschuldigen dat hij een diva is. Waarom is hij nou weer een diva? Nou, maakt niet uit. Zij is nog steeds boos. Ryan Pato gedraagt zich echt eng door gezellig te doen. Oh, ze is bang omdat hij gezellig doet. Oké. Nou ja, het is allemaal wel. Nee, dat wil ik niet. Snelle hap cornflakes. Heel veel van jullie zeiden dat ik de liefde een tweede kans moet geven. En nu wil ik dat wel doen. Maar... ja... hun relatie is nu al zo... ja, hoe zeg je dat? Slecht. Kijk dan, ze staat helemaal onderaan. En hij heeft ondertussen al twee andere vriendinnetjes. Dus ik weet niet of dit nog wat gaat worden. Nee, ik betwijfel het echt. Maar ja... zit die hond nou weer te krabben aan die stoel? Hou daarmee op. Ik heb hele leuke speeltjes voor hem neergezet hier. Waar hij op kan kauwen. Waarom doet hij dat dan niet? En wat gebeurt hier allemaal? Oh, zij is in de pot spelen. Nou, how about no? Ga jij maar even naar de kattenbak. Hupsakee. Oké, en zij gaat het ding opruimen. Ze loopt helemaal met haar rug naar achter. Jongens, sommige modellen op catwalks en zo, die lopen ook zo, oeps, helemaal met hun rug naar achter als ze op hakken lopen. En als Roy, die moest daar zo hard om lachen. Nee, ik moest ook wel een beetje lachen. Hier, Roy, speciaal voor jou. Roy vindt het helemaal grappig. Nou ja, maakt niet uit. Oké, ik vind het ook wel grappig. Wat gaan we eens doen vandaag? Daar ga ik even over nadenken. Want we lopen hier met onze dikke buik en... ja, ik heb geen idee wat ik doe. Ja, ik ga een outfit voor hem samenstellen. Outfit plannen. Kom maar naar boven, jij. Want we kunnen niet in de winter in onze zwembroek blijven lopen natuurlijk. Nou ja, dat kan wel, maar... Avodo? Is minder prettig. Avodo? Avdosh. Mooi simstaal, oké. Meer outfits. Awe. En dan gaan we eens even wat leuke dingetjes voor hem uitzoeken. Oké. Het moet een beetje warm zijn en het moet ook hip zijn. Oh my god. Het moet van alles zijn. Even kijken. Ik vind dit wel hip, alleen dit is weer misschien te. Nou ja, dat is te netjes voor zijn gezicht. Oh, dit is misschien wel stoer. Nou ja, op zich ook wel. Weet je, ik doe deze gewoon. En dan doe ik er een spijkerbroek bij. Lekker simpel, casual, maar toch hip. Mooi. Leuk, whatever. Zo. Oh nee, ik vind het nu toch niet zo. Nee, ik doe een ander bovenstukje. Iets van een leuke trui of zo. Nou ja, bij de Sims hebben ze meestal niet van die leuke dingen. Die moet je meestal gewoon even downloaden. Ik heb... voor mij, voor jongens heb ik... bijna niks gedownload, maar voor meisjes heb ik wel heel veel. Want ik speel meestal, als ik zelf Sims speel ik meestal met meisjes, want dat vind ik veel leuker. Ik weet niet waarom, eigenlijk. Nou, weet je, ik doe het gewoon zo en dan doe ik er dichte schoenen bij. Ik vind deze altijd wel mooi. Ook, nou ja, ze zijn niet echt mooi, maar ja, ze staan overal goed bij, maar hier niet bij, vind ik. Ik doe gewoon Converse. Oh, waar zijn ze? Hier. Zo. Prachtig. Is dat ook weer gedaan. Ik hoef geen armbanden. Ik hoef geen poespas. Kijk wat voor mooie avondkleding hij in de kast heeft hangen. Oeh. Lijkt wel een judo pak. Oké, dat gaan we even veranderen hoor. Nu ik toch bezig ben. Is dit wat? Of is dit... nee, dat is een beetje ouderwets. Of zo. Dit misschien... nou, dat is weer te. Die vind ik wel mooi. Schoenen passen er ook wel redelijk bij.
Oh, het leuke Sims liedje. Na, 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 na. Hij is wel gespierd, zeg. Jezus. Wat doet hij allemaal in zijn leven? Oké. Oh, de sportkleding vind ik dan weer minder. Gaan we ook even aanpassen. Mooi paars hemd. Oh, nee. Nee, dat is het niet hoor. Ik vind het Sims liedje zo leuk. Nou ja, als ik hem lange tijd niet heb gehoord, is het leuk. Zoals nu. Als je dit te vaak hoort, het liedje, dan komt het je neus uit. Of bij mij dan, tenminste. Oké, is er nog een mooie broek voor hem of zo? Waarom? Ze hebben het echt zo gemaakt dat niks bij elkaar past. Dat is echt vervelend. Oh, dit kan wel, denk ik. Nou, vind ik ook niet mooi, maar ja, ik heb geen zin om nog meer moeite te doen. Dus ik hou het lekker zo voor hoe het nu is. Er zijn ook nog mooie schoenen in de house. Oh, nee, dat ziet er niet uit. Nou, zo dan maar. Zwemkleding, is die goed? Prachtig. Zonder bril, maar dat maakt niet uit. Is de buitenkleding mooi? Prachtig, dat zal allemaal wel. Ik ga het gewoon doen, ik heb geen zin om nog meer moeite te doen. Even lekker slokje Red Bull erbij. Ik heb bijna altijd wel wat te drinken. Oké, outfit kiezen. Alledaags 2. Zo. En wat gaan wij vandaag doen? Oh, hij gaat zijn zwangerschapsboek lezen. Luister naar beschuldiging. Nee. Oh, dit moet je aan een peuter voorlezen. Oh, nou dat doe ik nog wel even dan. Sociaal netwerken. Die ga ik hier op de grond leggen. En die gaat zij lezen. Zo. Waarom is die hond buiten in de regen? Hallo. Hij pist op de grond. Oh, je ziet het niet eens. Nou, dat vind ik niet aan. Ja, ga jij maar lekker slapen. En waar is de kat? In plasjes spelen. Nee, dat gaan we niet doen. Jij gaat even lekker krabben aan de krabpaal. En jij gaat even helemaal naar boven. Ja, helemaal hierheen. En jij gaat even lekker sporten. Trainen. In niet zweten, want ik hou daar niet van. Hij heeft toch al... Ja, hij is al best goed in sport. Nou ja, dat maakt niet uit. Zo, hoop dat is te ver naar onder. Oh, oké. Nou ja, we kunnen nu sociaal netwerken blijkbaar. Nou, dat was snel. Weet je wat? Wat zullen we eens gaan doen? Ik zit even te denken. Nou, we gaan naar ons resort. Dat gaan we even doen, want... Dat zijn we al lang niet meer geweest. En ik vergeet de resort steeds een beetje. Ryan Patel zit gestruikeld en van de loopband gevallen. Nou, lekker voor je. Oh nee, roodwang schildpad is ontsnapt en rent vrij los in de wereld. Die had het dier niet zo lang in inventaris moeten bewaren. Oké. De schildpad is uit mijn broekzak ontsnapt. Leuk. Maar oké, maakt niet uit. Die schildpad boeide me toch vrij weinig. Oké, wat is hier allemaal? Christobel Collins. Oh, dit is toch... Oh nee, laat maar. Wacht, wie is dit? Ik ga me even voorstellen aan de receptioniste. Of receptionist. Ik weet niet hoe je een mannelijke moet zijn. Receptionist of zo. Waarom nou weer een beschuldiging? Nou, het is echt niet te geloven hier. Dag, ik ben helemaal klaar. Daar ga ik weer mee. Oh, wacht, kan ik hem niet ontslaan? Nee, hè? Nee. Ja, ik kan wel iemand anders aannemen, maar dat vind ik niet leuk. Even naar de wc. Ryan Patels uitgenodigd voor een feestje. Alexis uitgenodigd. Oh, voor die ene die vreemd gaat. Nou, nee, bedankt. Daar heb ik geen zin in. Of ja, had het ook wel leuk geweest. Dan konden we even lekker haar uitschelden. Maar, niet. Eens kijken, wat het eten zit hier lekker te vergaan in de regen. Hartstikke lekker. Ik ga hierboven. Even een sportafdeling maken.
Ja, dat ga ik doen. Dat vind ik leuk. Oké. Zou ik het gewoon in de regen doen? Of... Nee, ik heb een beter idee. Nee. Dit bord gaat weg. Dit gaat weg. Oké. Gaan hoor. Ga ik mijn... Oh. Ga ik mijn bouwkunst... Bouwkunst even laten zien. Oké, ik ga dit helemaal weghalen. En wat ga ik hier doen? Ik ga hier... een kamer van maken. Hoe vinden jullie die? En dan wordt dat de sportkamer. Ik vind het wel een goed idee van mezelf. Oh, ik weet al waarom ik dit idee heb. Dit heb ik in... mijn... eigen wereld, die ik toen een paar maanden geleden in heel vaak in speelde, heb ik dit ook zo gedaan. Daar, ik dacht al, ik herken het ergens van, maar ik herken het dus van mezelf. Oké, apart. Oh, deze deur, die kan ik niet. Nou, dan doe ik deze deur. Wel omgedraaid. Ja, vind ik mooier. En dan pak ik even het pipetje voor het blauwe hekje, want die moet dan hier. Anders dan valt iedereen naar beneden. Dat moeten we niet hebben. Zo. Nou, wat leuk. Ik vind het helemaal leuk. Oké, dan gaan we even dit printje overnemen. En die zetten we hier helemaal aan de buitenkant. Oké, en ramen natuurlijk. Die vergeet ik nog wel eens. Ik was nu ook bijna vergeten. Zullen we gewoon van die lekker grote ramen doen? Is dat misschien leuk? Zo kunnen ze lekker helemaal naar buiten kijken. Zo. Nee, aan die kant dan niet. Nou, ik vind ze wel goed. En wat nog meer? Oh ja, de vloer. Wat voor vloer zou ik doen? Ik denk iets van tegels. Oh, dat wordt... Nou, dat is wel sportachtig, maar een beetje te misschien. Dit wordt hem. En nog een kleur voor op de muur. Dan hou ik gewoon lekker simpel. Denk gewoon aan lakje verf. Wit. Ja, ik doe het gewoon. Het is een beetje te, vind ik, maar nou, maakt niet uit. Oké, waar zijn de sportfaciliteiten? Hier. Telefoon kan niet op de type kabel geplaatst worden. Oké, leuk. Bouw ik ook niet. Ik wil er toch alleen even naar kijken. Zo, hier gaat zo'n ding. Hoe heet zo'n ding? Een loopband. En hier gaat een loopband. Zie je, ik krijg gelijk een plusje zo van, het is goed, Bo. Het is goed dat je dat neerzet. Krijg ik weer punten erbij. Zo, hier een rekkie. En nee, niet nog één. En dan nog van zulke dingen. Gewicht heffen of zo. Geen idee, het zal wel. Zo, nou, ziet er wel leuk uit. En kunnen we hier misschien nog iets plaatsen? Is het iets minder leeg? Wat is dit nou weer? Oh, massagetafel. Nee, dat hoeven we niet, vind ik. Nee, dat is een beetje... Nee, dat is een beetje te... Of een dartbord. Ja, een dartbord. Geen idee. Dat is niet echt een sport eigenlijk. Maar ja, maakt niet uit. Of nee, wacht. Ik ga een bank neerzetten. Als je het even zat bent, kan je even lekker uitrusten. Dat is wel ideaal. Zit er ook nog een andere kleur? Ja. Oh, deze vind ik mooi. Ah, deze kleur vind ik mooi. Past goed bij de sfeer. Voor mij gedownload. Ooit, denk ik. Is er nog een leuk kleedje of zo wat erbij kan? Oh, hier vliegende kussens. Die krijg je dan ook erbij, zodat je zeg maar een bank met kussens kan maken. Nee, weet je, ik hou het gewoon zo. Oh, wacht. Ik vergeet weer wat. De lampen. Ook zoiets wat ik zo heel vaak was vergeten. Gewoon. Ja. Dit vind ik wel een beetje lampen voor je sportkamer. Hopelijk zijn het er genoeg. En dan doe ik voor op de buitenkant, hier bij de deur, doe ik. Ik wil een soort fakkel. Ja, dit wordt hem. Ja. Perfect. Gewoon perfect. Nou. Ik ben helemaal tevreden. Kijk eens hoe mooi. Zo, nou, we hebben een mooie sportkamer. Hopelijk krijgen we er nu weer meer sterren bij. En wat ben jij aan het doen? Iets lezen? Nee. Weet je, we gaan weer naar huis. Ga gewoon weer naar huis. Oh, hoe lang ben ik al aan het opnemen, jongens?
Oh, een kwartier, weet je. Het gaat de tijd in vlug. Oké. Is er iemand in het zwembad gevallen? Gesprongen. Lekker, ik ga ook altijd zwemmen als het regent. Ach ja. Oh, hij is nog steeds aan het niet zweten. SMS ontvangen van Carly Goldberg. Wat nou weer voor SMS? Nou ja, het zal wel. Maar die SMS zien jullie lekker in de volgende aflevering. Jongens, doe je een duimpje omhoog als je het leuk vond. Als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En jullie zien mij de volgende keer weer. Bye! We'll be right back.